Vandaag staan we hier aan de atletiekclub VAC in Vilvoorde. En dat voor de meest veelzijdige atleten uit onze regio. Norwitz komt hier op haar 7 jaar toe nadat ze de scholenveldloop gewonnen heeft. Hier bouwt ze stap voor stap de weg naar de wereldtop om deze zomer uit te komen op de Olympische Spelen in Parijs. Welkom bij Goudzoekers. Road to Paris. Super. Dit is Norwitz, 28 jaar en afkomstig uit Vilvoorde. Deze zomer vertegenwoordigt ze onze regionale trots tijdens de Olympische Spelen in Parijs op de Zevenkamp. Al van jongs af aan is ze gek op allerlei sporten. Ik vond het wel leuk om verschillende dingen te doen. Ik weet als we naar een wedstrijdje gingen, dan was het aan, wat gaan we vandaag meedoen? En dan ja, in een minuut of zo om te kiezen, omdat ik niet kon kiezen, omdat ik ze allemaal leuk vond. Zo begint Noor te dromen van een professionele sportcarrière. Ik denk dat ik zo in vriendenboekjes in de lagere scholen wel heb geschreven van ja, ik wil graag Kim Gevaert worden of ik wil graag ja, topatleet worden of zo. Dus ik denk dat dat toen wel al een beetje was, maar sowieso was dat vooral ook nog veel spelen en gewoon heel leuk om te doen. Gevaert zeilt naar het goud. Het is goud voor België. Kim Gevaert heeft het binnen. Schitterend. 11-06, 11-06. Kim Gevaert behaalde als sprinter tientallen titels en medailles. En ze nam ook 2 keer deel aan de Olympische Spelen. 1 keer won ze met het Belgische aflossingsteam goud. Gevaert was dan ook Noors grote idool. Zeker Kim was van dezelfde club, dus we zagen die soms op clubfeestjes of zo. Dus daar heb ik wel een paar keer mee op de foto gestaan of handtekeningen aangevraagd. Ja, dus dat is wel fijn dat je, ja, je het zo een idool hebt waar dat je naar opkijkt. En omdat hij dan in dezelfde club was, dan was hij zo wat bereikbaarder of zo. De droom om in de voetsporen van Kim Gevaert te treden wordt groter wanneer Noor in het vierde middelbaar naar de topsportschool in Gent trekt. Daar begint ze in 2014 samen te werken met Fernando Oliva. Wat was jouw eerste indruk van haar? Hetzelfde dan vandaag. Integriteit, loyaliteit, correct zijn, afspraken kunnen maken. Een zeer bescheiden persoon, maar tegelijkertijd heel direct en echt. Samen timmeren ze jaar na jaar richting de top. Daarvoor neemt Noor wel afscheid van haar andere liefde, basketbal. En we hebben ook sportnieuws vandaag. Iedereen kent ondertussen meerkampster Nafi Tiam. Maar wist u dat Noor Vits uit Vilvoorde goed op weg is om in haar voetsporen te treden en internationaal faam te maken in de Zevenkamp? Noor is 21 en werd vorige maand 5e op het EK voor belofte in Polen. Nafi Tiam werd in Londen wereldkampioen op de Zevenkamp met 6.784 punten. Zou jij dat niveau ooit kunnen halen? Ik denk dat dat moeilijk is. Dat, ja, ik train er natuurlijk voor en dat zou heel tof zijn. Als je dat terug ziet, wat doet dat dan met jou? Ja, grappig eigenlijk. Ik denk dat ik toen nog zoiets had van... Ja, 6000 punten zou fantastisch zijn en ondertussen zit ik al zo veel, ja, zo, veel verder, zeg maar. We gonna ride, 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 ride till we fall. Want Noor legt een enorme weg af. Te beginnen met haar eerste EK bij de senioren in 2018 in Berlijn. Dat was ook een heel speciaal kampioenschap. Want
ja, ik zat met een gebroken pink eigenlijk. De week voordien had ik mijn pink gebroken. Dus dat was een beetje jammer. Maar dan hebben we echt gezegd van, ja, dit is de eerste ervaring om te leren omgaan met in zo'n groot stadion te zijn. Want dat is toch anders dan bij de jeugd. Zoveel mensen die naar u kijken. Maar ja, ik zat dan ook met mijn ping, dus die werpnummers die gingen totaal niet goed. Dus het was ook echt een leerschool van kijk naar jezelf. En daar heb ik echt wel geleerd om, ja, naar de toekomst toe dan, om ja, hoe dat ik mentaal in die meerkamp moet staan. Ik heb die hele proces meegemaakt van haar studies, dus eigenlijk zien haar evolueren van een jonge student tot een bio-ingenieur. Maar tegelijkertijd de kwaliteit dat ze had om te kunnen goed organiseren en goed plannen. Haar trainingen, haar studies, ook tijdens de stageperiode aan het studeren, zelfs in competitieperiode ook aan het studeren in haar kamer. Noors prestaties gaan steil omhoog. Ondanks blessures aan de rug en de Achillespees behaalt ze verschillende Belgische indoor-titels op de vijfkamp. En in 2022 kroont ze zich tot indoor-wereldkampioen. Een titel die ze dit jaar verlengde, waardoor ze als eerste Belgische atleet twee gouden medailles op een WK indoor bemachtigt. Recent haalde ze ook brons op de zevenkamp tijdens het EK in Rome en op de vorige Olympische Spelen in Tokio strandde ze net naast het podium. Heb je verwachtingen dan voor jezelf nu gesteld voor in Parijs? Nee, eigenlijk niet. Ik doe niet aan verwachtingen. Nee, ik ga er daar om vooral te genieten. Maar ook ja, met doel om mijn beste zelf te laten zien daar. Dat woord verwachten is een woord dat bij ons zit niet in onze woordenschat. Maar laat ons zo zeggen dat we delen met de verwachting van iedereen. En het is normaal. Ze was vorige keer vierde. En nu zou in de normale redenering zijn, oké, vorige keer was je vierde, nu mag je derde, tweede of eerste zijn. Maar het werkt niet zo. Daarvoor zijn we ook aan het trainen om ja, echt zo goed mogelijk te presteren. Maar welke plaats of ja, welke score dat daarbij gaat horen, dat kan ik nu gewoon nog niet zeggen. Dat hangt ook af van de andere atleten. Maar ja, ik ga gewoon mijn allerbest doen. En dan zien we wel wat eruit komt.